Nou jongens, gaan we. Veel plezier, succes. Ja, succes. Ja, succes iedereen. Oh, koude bandjes, ik sta zo goed als stil. Die bandjes van mij, hè? Ja. Jongen, ik kom dat ik die code eraf heb gebeukt. Ja, dat 50 meter bordje halen. Oh ja, daar ga ik al. Code bandjes, helaas. Sorry jongens, dat kan echt niet passen. Ik heb lint, meis. Ja. Jee, mag zeg, wat heeft me dit veel plekken gekost. Oh, die code is wel veel te hebben. Dat is echt strak. Smash. Nee, die ging niet helemaal lekker. Ik zag in één keer een geel iets opdoemen in mijn spiegel. Heel snel. Nee, dat gaat het amper. Oh nee, Chloe. Ja. Sorry, Chida. Ja, ik kan even een race verneuken. Heb je voorvleugel beschadigd? Nee, als goed is niet. Sorry man. Kan gebeuren. Ja, je moet een beetje met je gas spelen. Ja, weet ik. Ik ben hier met rem. Dat was wel erg overdreven. Ja, maar anders haal ik niet. Oeh, dat ik daar koos een beetje grip mee pak. Ja, zeker. Touché. Gaat weer lekker blast? De hele wereld is tegen je. Blast is weer in vorm, jongens. Ja, maar kom op man. Normaal kun je die bocht gewoon vol gas halen. En een beetje lucht. Maar je hebt nu een volle tank, schat. Oh, fuck. Oh, ik rampen kan Niels al, hè. Raak je mij? Ik zat nog van de baan af. Hey Niels, wat is dat nou? Ja, ik spin de. Stokje voor mij of zo, Alvis. Ja. Hoe staat het wel, Kauw? Waarom is dat ik hier heb gereden?
Maar het zijn ook altijd dezelfde twee die met elkaar botsen, hè? Dat is niet waar. Vorige keer ook jullie dat twee. Dat is maar een grapje alvast. Jezus. Nou, vorige keer was het ook jullie twee. Vorige keer ook een... Nee, dat was ik met Alvis volgens mij. Nee, China was Niels. Niels beukt hem eraf. Nee, dat... Ik heb er toen niemand geraakt. Nee, Niels reed jou er toen af. Ik kan niet herinneren dat ik ooit iets met Alvis heb gehad. Staat op YouTube. Ook altijd leuk. Ja, rij ook alweer op harde banden met kapotte vleugel af, joh. Ik ben niet de enige. Geen schade, Halfvis? Nee, geen schade. Ja, ik accelereerde op die curb aan de binnenkant van de bocht 2. Ja, ik raakte het grind en dan geen enker. Zo. Ook leuk, zo'n race van op de achterkant. Dat moet ik terug doen. Ja, ook een uitdaging. Zo. Ik doe het al goed. Dat is de Blast Fire Challenge. Moet ik dan ook gaan zeuren dat... Dat ik bochten niet voor gas kan nemen. Ah, ik kan die bochten maar niet voor gas nemen! Mijn remmen doen het niet. Het lijkt wel voor 10. Ik wil komen zo jullie. Ik moet zijn terugschakelen. Het zwaar dan. Blast, we hebben allemaal hetzelfde, hè? Iedereen heeft hetzelfde materiaal. Nou, dat verhaal van Koos over die equal motor, dat betwijfel ik al, hè? Ja. Nee, dat ligt puur aan je setup dan. Sorry, Blast, ik had denk ik dacht dat ik het door had, maar... Ja, ik dacht ik kom hier rechts, ik kom hier heel rechts dan. Maar het ging goed, toch? Ja, precies. Oh, Blast rijdt nog achter mij. Ja, ik moet tegen ook nog snel van die andere twee. Ik heb de pits in mijn jaar, ik doe wel gevoerd. Oh, dat was niet één, ik ook heb. Rij je met een kapotte voorvleugel rond. Vinden de zoers het nog nodig ook nog om een time penalty te geven.
last van de vele lucht daar zo stoppen. Ik ben wel bij mezelf. Ging te hard op het gas. Dat weten we uit het verleden. Ja. Ik heb niet eens blauwe vlaggen en ik laat het Oh, nou, dat daar. Een smash voor de ruimte te laten. Yes. Er zat niet echt een strijd in. Zie ik daar nou een geel stukje buiten de baan? Ja, was een touché, was dat? Oh, touché! Jij blijft? Ja. Nee, ik. Was een strong. Fucking hell. Safety car, safety car. Oh, ik ben net voorbij in de put. Ben ik net voorbij in de put. Kijk, die smeeft nog even die pitgretig in duiken, jongens. Oh, man. Oh. Ja, dan is het gewoon al helemaal gewoon gedoemd nu gewoon. Wie is eraf? Word ik weer genaaid door Limburger, hè? Ah, die Limburger naar de Limburg komt deze keer. Zie, NSB'ers. Niet te vertrouwen. Ik kom je weer niet in een goede volgorde, denk ik. Ik kom weer niet in een vroege. Weet hoeveel lab mensen er al zijn? Nou ja, ik moest gelijk twee keer de pits in ongeveer. En Flowey ook volgens mij. Ja, ik ook. Nou, dan is het al klaar. Mercedes voor mij is een laptop. Oh, ja. Ik
haat zo die tegen dat delta aanrijden. Laat me gewoon doorrijden. Nu. Ja, dat zeg ik ook. Soms kun je wel doorrijden, soms niet. Hè. Dat is graag. Ja, nou ja, het maakt natuurlijk wel sens. Als de voorste aangesloten is, mag jij ook gewoon harder doorrijden om ook aan te sluiten. Maar... Ah, nou, ook mooie battles met Cheetah, man. Ja, joh, ik let er helemaal niet op. Ik vind het irritant dat ze dat rechtsboven zetten. Zet dat dan voor je neus. Ja, echt, hè? Ja, dat is geen spijt. Even naar de, ja, je kunt best inderdaad gewoon een grote warning midden op je scherm zetten van pas op. Yo, avondkoningstorm. Maar je kan hem pas nemen als we weer begonnen zijn, toch? Ja. Oh, Racing City onder exit op dat deze. Alleen wel oudere banden, stenen van adem. Je moet ermee leren leven. Mercedes space maar even laten zien met de gele bandjes. Doe dat maar zien. Nee, dat nou is ook hier de 70 kan. Bij mij zegt hij altijd net, ga voor Raccoon ook, ga voor, en nu zegt hij BST behind. Wat een klootzak. Jezus. Nee, ik reed ook voor, is, yes, hallo. Maar het is gewoon gedoemd gewoon. Dit is... Ja, maar kijk er ook. Degene voor me, of degene voor jou, die rijdt weer een rondje voor ons, weet je. Ja, maar dat komt door die safety car. Die... Ja, dat is zo crack. Nou ja, dat is hetzelfde als voor mij. Voor mij is het ook kloten, want ik heb nu zit niet recht achter Cheetah, gek. Omdat jullie nee. Twee tussen. Maar hoezo kunnen ze dan niet fixen, man? Geen idee. Dat was een soort glitch. Dat er problemen waren, dat iemand anders penalties kreeg. In principe kan het, maar de game laat het gewoon niet doen omdat het verkeerd geprogrammeerd is. Dat iedereen dat weet, kan je dat toch fixen? Maar Floyd, we mogen ze ook gelijk iedereen voor laten gaan. Dus dat is ja, dat is top. Dus als we op het rechte stuk mensen voor laten, voorbij laten gaan, dat is het beste. Gewoon na start-finish. Krijgen we penalties. Ik denk in die bocht, denk ik. Nee. Je moet het voor start-finish doen. Of na start-finish doen, want anders dan mogen wij nog niet inhalen. Ja, precies. Ja, maar ik bedoel, even wachten gewoon tot die tweede bocht. Spektakel. Ja, leuk nog, dat spektakel. Ja, want als je al te vroeg stil gaat staan, dan gaan wij er langs en dan krijgen we letten dat we weer voor moeten laten. Nou. Waar was Blast eraf geknald? Hè? Waar was je eraf geknald? Waar jullie nu komen, die blauwe bocht, zeg maar. Okay. Samen. Dan krijg je als je zoveel scheldt op je materiaal. Op een gegeven moment laat het je in de steek. Ja, ik sponsor je met nieuwe. Je moet liefde tonen, hè? Hoi, smash. Safety car is in this lab. Safety car in this lab. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Maar het is echt niet warm. Nee, mij zijn ijskoud, zeg. Ja, die van mij ook. Ik ga wel naar links zo meteen. 80 graden of zo. Sam Putten. Ja, die drijftroep op de vleier. Oh, dit is een smeer op dit. Oké, clear. Oh, allemaal nog eens goed gaan. Floy, pas op, hè. Ja. Ja, dank u. Perfect. Zo moet het. Nee, als ik het een hele fijne ben. Oh.
is. Fucking blauwe vlaggen. Ja, ik heb ze allemaal al langs gelaten, man. Maar ik ben niet langzamer, dat is het. Oh, wow, wow, dat was moving on the braking zo'n beetje van Koot. Goeiedag zeg. Er was niks verschil op cheat, dat was er vol achter in gegaan. Ja, kom, mag mij het ontwijken gelukkig. We've got a lot of spare energy. Use your overtake button. Waar ging die tank dan op die overtake? Ja, weet ik ook niet. Ja, ik heb mijn achterkant aan. Fuel to mix 2. Maar dat is wel vaak. Zelfs als je van de formation lab afgehaald wordt, dat je gewoon verbeukt wordt. Ik weet niet waar je het over hebt. Het kost even om op temperatuur te krijgen in video. Maar ik moet zeggen, als je eenmaal een beetje verder in de stint bent, vind ik zo over het algemeen wel fijn rijden. Dat had ik in ieder geval gisteren. Maar die vallen niet heel erg af, ik zie het ook. Nee, klopt. Ze blijven gewoon lang gewoon op een steady tempo kunnen blijven rijden. Oh, daar gaat aan. The gap to the car ahead is 1.6 seconds. Starting to create a gap. They're starting to pull away from us. Komt
Caution, caution. Fuck! Gap to teammate behind is 4.2 seconds. Matches all fist. Thank you. Zo kut, jongen. De Blue Flex? Ja. 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 Ik denk dat je het beste misschien op het rechte stuk of zo en dan gewoon nog gas slaan. Ja, maar dan kom ik hem straks weer tegen, want dan weer sneller. Dat is kut. Wel sneller. Af en toe sneller. Hadden we gisteren ook, toen reed Robba achter mij, omdat hij crashte. Dus hij was gelapt. En die was eigenlijk gewoon sneller als ik was, maar nu ook vanaf. Gewoon ver voor hem blijven naar werken. Ah! Godver! Dat klinkt als een gespende uit. Ja. Godverdomme, man. Hey, coach! Ja, sorry. Zag ik niet. Ga er langs. Ah, oh, man. Verdomme. Ah. Safety car. Nee, dat niet. Ja, sorry, man. Ik probeer naar de buiten. Ik kon echt niet verder naar buiten. Ja, dude. Waar moet ik heen dan? Je ja, maakt een fout niet, in de eerste bocht, hè? Weet ik, maar dan heb ik, als ik daar gewoon aan de buitenkant zit, kan ik toch niet in één keer verdwijnen daar? Wat wil je? Dat ik weer er voorbij laat? Ja, fout. Own up to it en ga aan de kant. Natuurlijk. Ja, race naar de knoppen. Er is niet veel schade in de vleugel. Team wanted to shift up through the gears earlier. They think it'll save fuel. I'm plugging.
is 13.2 seconds. Heerlijk. Ik heb toch een niemand slaan. Use overtake and burn some of this energy. You're increasing the gap to the car behind by a few seconds per lap. Keep this up. To shift up through the gears earlier, it may help save more fuel.
schuppen. Wat echt een tering, jongen. Waar heb ik daar gedaan? Wow. Nou, oké. Jezus. Ach, god toch op, joh. Wat is er gebeurd? Chloe staat in de buurt. Oh. Dat is niet het beste. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Okay, clear. Nou rij ik helemaal een eenzame strijd, Chloe. Pak op naar de lijst. Iedereen omheen heeft een druiftum gekregen, een tering. Ja? Ja, enjoy, zomer. En cheat, dat ga ik allemaal. Dat zal ik altijd gewoon, dat zal ik gewoon een seconde erop pakken en ik loop gewoon niet het risico, dan loopt hij nog maar een seconde of niet. Ja, nee, ik kan niet. Hoe lang heb je om die te nemen? Drie rondjes, ja. Jeff begint ook wat tegen je te zeuren, hoor. Ja, maar ik kan alleen doen. Oh, oké. Komt ook op je scherm te staan, hoor, dat je hem moet nemen. Ja, volgens mij. Hoe ze staan mogelijk doen. Ben je er vanaf? Zien we hier nou in één keer verschijnen? Aan. Ga je het aan helemaal vooraan? Oh, oké. Blue flag aan. Pak hem aan, hè. Pak hem aan, aan. Nou, dat gaat ook goed. Ik dat aandacht is ook voor mijn weggelopen. Ik weet dat het een blue flag is, maar als jij niet dichterbij komt, dan kan ik jou moeilijk even voorlangs gaan. Nou, ik zat vlak achter je, maar... Ja, wat nog bedoel, ook de blue flag, dat. Ik weet nog wat ik doe. Nee, het ging ook goed. Jongen. The gap between you and the car behind is increasing by a significant amount each lap. Je moet die safety car gaan fixen, want iedereen gewoon op de normale positie staat, dan ben je al van zijkant ook helemaal niet. Het probleem is dat je dan, je hebt ook nog weer eens mensen die soms bij ons in de race niveau op 2 of 3 rondjes staan en dan wordt het wel lastig. Maar dat zijn er meestal wel maar. Dat zijn er meestal wel bij 2 of 3. Ja, maar het is wel. Ik had dus wel te proberen dat die dan op de positie terug zou. Zou je denken? Andere, met wel. Ja, wie weet, dat die even op, ja. Ja, dan moet je eerst vertalen voor je terug op mijn positie. Nee, voor nu 1 IE-munt in. Dat je gewoon de race kan winnen met door te betalen. Even waar kopen. Ah, gewoon met je creditcard naast zit te racen straks. Ja. Van nieuwe bandjes, ja, betalen. Wat wil je nu voorvleugel? Ja, betalen. Dan wordt Monaco wordt wel duur, dus lijkt niet in kopen. Denk je dat nou? Dan wordt het een dure grap inderdaad. Maar kan ik beter helemaal stoppen. Dat is volgende week, hè, thuis Monaco. Ja, klopt. Ja, ik heb iedereen zin in. Ik voel me lekker heel ziek. Ik heb de hele week vakantie, dus ik kan de hele week opnieuw. Oh nee. Wanneer is dat volgende week? 2 weken, smaak. Oh, okay. 2 weken. Oh, nog beter. Kan jij even 2 weken oefenen? Ja, maar de week daarna heb ik geen tijd. Nee, ik ben daarna komende week ook vrij.
Want na volgende week moet ik weer naar Groningen. Jammer genoeg. Maar goed, dat is niet anders. Daar hebben ze nog geen internet, maar ik kan wel lachen. Ja, ik ga even mijn hele PC en mijn setup meenemen. Niet, heb, je niet op je play, heb je niet op je PlayStation of zo? Ik heb geen PlayStation. Ja. Zonde, anders kon je daar een beetje oefenen. Doe ik ook altijd. Ah, ik weet de lijn en de rempen, dat weet ik nog wel, maar het ritme in de, van de baan. Dat is de hele kutte. Ik heb ook een oefenrace altijd. Met ja, jij wel. Ja. Ik dacht bijna dat ik een film heb, dan heb je deze scheef kijken. Ik doe toch weer tegen. Ik heb een sponsortje. Ja, dat viel wel op, Kevin ook wel. Hashtag ad. Nou, half twee zat gewoon een sponsor stream met de rest van de diva. Ja, skaten het dan voor mij via MSI. Zo'n schermpje. Het is gewoon een Samsung paneel dan, hoor. Ja, nee, dat klopt. Zeg, alle VA-panelen, dat zijn gewoon allemaal Samsung panelen. Ik heb ook een Samsung. Nou, ik heb ook gewoon echt een Samsung. Best een fijn paneeltje, hoor. Oh, dat is een prima paneel, hoor. Qua response time, input lag, zit er bijna geen verschil tussen die van LG. Het ligt er al wat je probeert belangrijker vindt. Bij VA heb je hoge contrastratio's en bij IPS heb je betere keuren weergave. Ja, dan een beetje. Ik ben ook niet zo'n. Leuk dat ik zoveel geef om echt goede kleur weer gaan. Ja, precies. Kijk, ik heb dus niet slecht aan. Man, goede race nog. Hallo, vader. Hey, rustig aan, hè. Smash. Yes. Nou, goed. Sorry jongens, stop ermee. Nee, ik ben er klaar mee. Niks lukt, echt waar. Sorry. Maar ik ben eruit. Niemand schuld. Maar niks lukte. Echt waar niet. Jammer gaan. Nee, ja, maar dan kan ik er beter mee stoppen, dus... Nou, goed dat we op je hebben gewacht. Het ging echt niet. Ja, echt hè, 5 minuutjes maar. Echt maar 5. Nee, maar het ging gewoon niet. Ik ben eerst 2 keer gespint, vond ik het niet erg. Daarna probeer lekker door te pushen richting Smash dan. En zo ging het, was ik op een gegeven moment 8 seconden achter en toen gleed ik weer weg. Nou, vind ik, eten, dan gaan we nog een keer opnieuw. En dan net een heel klein dom ietsje, ja, weet je, dan moest ik. Ah, oké, Sam. Volgende keer beter. Ja, zeker. Nou, volgende keer. Dus, ja, kan alleen maar beter gaan. Ja, ik wil gelijk, ja. Nu. Ik heb wel gelijk op. Nee, maar jongens, succes nog. Ja, dank u wel. Later. Hey. Yo. Later. En weekend nog. Hey, hetzelfde. Yo, later. Ik begin heel te merken dat ik hier al 30 rond op rij. Ja, dat mag toch ook. Er is iemand gestopt.
rijdt er geen auto rijdt nog. Dat is heel vervelend. The car ahead, but remember we need to get to the end of the race on these tires. Zomaar, er is een tegenligger. Allee, een spookrijder? Hebben we een spookrijder? Tegenligger! Nee. Tegenligger ook echt, ja. Hij dacht al! Mooi. Spookrijder! Ja. Nee, hij rijdt nog, maar er staat een crash door. Dat bedoelde ik, man. Maar op het makkelijkste vliegen. Ja, dat is heel vervelend. Dat heb ik ook wel. Kom ik in de laatste second tegen, nou? Ja, precies. Park de bus. Kom op, ga langs!
force is strong. Smash, jij bent vast in de gulle buiten. Nou ja, het is niet dat we vechten voor een positie. Nog niet in ieder geval. Ja, stiekem hoop ik dat jij toch wel een aantal keer eraf gaat, maar... Ja, het gaat een stuk beter dan gisteren. Je hebt het in ieder geval een stuk langer volgehouden. Nou, was het nou je eigen schild, schijtvlog? Ja. Of? Oh, oké. Okay. Ik heb alleen het einde gezien van de race aan. Dan heb je me gemist, want ik zat alleen in de eerste ronde. Volgas van bocht door. Refuel niks. DRS knallen. Oh, ik heb vergeten om de repelwing damage uit te zetten. Oh nee, doet het niet. Hij ziet genoeg beschadigd blijkbaar. Oké, prima. Nou, als ik de pis binnen kon, dan weet ze nog eens hoe klaar het is. Als ze maar klaar liggen, hoor. 2000 neer. Precies. Oh, heerlijk nieuw rubber. Ja, ah, ze waren nog niet zo heerlijk gezet, maar... Ja, die heeft hem bij mij volledig op de Apex geparkeerd bij, ik weet niet wat de volgende was, maar... Ah, gaat kant, jongen! Jou dus ook. Hij wist ik niet van welke kant die deur maar ik moet stil gaan staan. It's racing. Heb ik toch nog een beetje lol de race? Ja, precies. Ja, ik kom bijna de buurt. Ik ga straks de koers aan. Ja, dat is de bedoeling. Je hebt er nog okay. Later. Ik had hem expres op rits gezet, ik dacht, nou, daar gaan we. En dat is ongeveer de enige plek dat het kan, anders krijg je gelijk blue flags. You might want to consider switching to a lower fuel mix. Ik ga deze wel naar de wind. Als je een lap dadelijk. Ik was eraf gebeukt, gouden Jezus. Bedankt. Nee, hij vraagt waarom ik achter sta. Maar nog wel thanks voor het DRS, laatste. Iets geknald wordt. Ja. Oh, ik vind het is nog wel meegal eigenlijk. Voor de bocht. Ja, je kunt hier wel nog gewoon voortaan gaan, maar dat wel.
Nee, dat is de rocket. Die gaat even jou ophouden. Oh, heb ik een target? Alles op leer. Hij zet alles op leer en dan gaat het. Ik ben op leer, maar dat mag ik niet meer zeggen. Maar je was nog ver weg. Dan schiet ik hier gewoon een beetje zo. Kijk of het dan nog niet. Oh, dat gaat al heel hard lopen terug, Smash. Hit yourself out. Ah, nice. Zo'n hek aan de laatste scanner. Ja. Kom op, man. Nou, dat vond ik me gerund naar de mensen. De banden zijn 30 ronden nieuwe, kom eens op, joh. Ah, ah jongen. Godverdomme, ja, ik ben mijn spleuk ook kwijt. Ah. Helemaal? Ja, rechtsvoor. Ik had wel heel eerlijk gezegd verwacht dat je me heel makkelijk zou inhalen, want je kwam me heel rap aan. Ja, op de middensector dadelijk kom ik wel aan, maar de laatste sector is voor mij een rampkut. Oh, ik ga het natuurlijk op het nieuwe hard zetten. Godverdomme. Oh, dom. Ja, ik ben blij dat ik er niet af vloog, want ik was de achterkant bijna kwijt. Thanks, Smash. Ja, ik vind het mee geweest. Wat zeg je? Ja, ik vind het mee geweest gewoon. Ik weet niet, helemaal niet waar ik met mijn gedachten zat. Nee, ik wou net zeggen, je had nog het beste afstand namelijk. Ah, nee! Oh, wat? Duurtje, man. Oh, nee, joh, echt? Vleugels had ik de bocht niet naar de cockpit. Dat steek mijn bal net ervan af. Dat is 0 punten, jongen. Oh, nee. 0 punten voor deze. Waarom krijgen we nu niet een fucking normale safety call? Wat is dit? De auto staat letterlijk dwars voor de pitlane, hè? Echt? Ja, ik moet erin. Maar wat is dit? De eerste keer is er wel een fucking safety car en nu niet. Oh, ja, what the fuck? Ja, what the fuck? Ik moest... ik reed gewoon tegen je aan de pit zit. Oh, 5 seconden penalty, collision with Sinnoh, ja. What the fuck? Godverdomme. Oh, zo dom. Geen drive-through deze keer? Nee, dit betekent inderdaad maar een seconde extra leeg.
Nou, ik ging dus op het gas al op het rechte stuk, alleen dat kon het weer net niet, dus stond ik recht halverwege het rechte stuk bijna stil. Dank je, safety car, jongen. Het is echt gewoon één grote naaierij, die safety car. Had je hem nodig? Nou, ik had hem nodig, ja, maar toen vervolgens ga ik de pits in. En er zit Zero gewoon nog voor me. Oh, oh. Oh, die auto komt dwars voor de pit lane. Ja. Ik moest hem eerst omver rijden om de pits in te kunnen. Dus ik had er gelijk een nieuwe vleugel nodig. 5 seconden penalty. Ik heb het niet meegekregen. Pit lane close. Ja. Dus we gaan een keer doorwerken daar zo. Nou, verdomme. Blue flag. Maar nu ligt Smash Snaker op puntenkoers. Oh, lekker Smash. Yeah. Thanks, Koos. Yo. Snackle, hè? Lekker Smash. Lekker, hè? Ja. Ja, zeldzaam foutje, blast. Ja, ik heb het goed. Ik werd helemaal niet gebruikt. En ik heb mail gehouden. Nou wel. We zullen hem een keer. Ik moet trouwens niks zeggen hier, maar. Ah ja. Ik heb hem terug, ik vind het disbaan. Niet ergens meer spannend, hè. Iedereen zit van een paar seconden van elkaar. Nou, ik denk niet dat Smash verder langs gaat, eerlijk gezegd, hoor. Nee, dat is hij weer. Heb je die vleugeltje? Die andere. Oh, je hebt rode bandjes. Dat is wel ambitieus, toch? 18 rondjes. Ja, ik deed net ook meer dan 20 volgens mij. Op een oude zon. Ik vind niet 20. Oh, ik heb maar wat 14 of zo gereden. 15. Dat veel mensen bij de safety car getrokken zijn toch? Dus met je 12 of zo. Nou ja, klopt, ja. Is dat de enige van Cherry's Hard weer? Ja, dat heb je weer. Oh. Ik voelde iets. Was dat een voorvleugeltje? Nee, scheelde niet veel, maar het was even een tikkie. Jongens, pas alsjeblieft wel op, hè. Ik bedoel, je wil niet iemands race verneuken door een safety car of zo. Hey, ik doe mijn best, ik probeer gewoon Smash voorbij, maar. Ja. Het is gewoon een normaal race. Oké. Okay. Het klinkt nogal frivol. Geen blauwe vlag in het spel. Ja, die krijg ik nu wel. Eindelijk is er een ERS op. Ja. We're trailing our teammate by 33.0 seconds. Oh, nou, dan begint hij alweer op. Blue flag, blue flag. Ja, ik ben het. Ja, ik ook. Ja, mijn nadeel, man.
Ja, precies. Ik heb nog net zo goed uit. Ja, nee, ik heb ook nog kunnen wachten tot het rechts. Dat ga ik ook behoorlijk in ieder geval. Okay, you're creating some breathing space between you and the car behind by a few seconds per lap. Even los van de blauwe vlaggen. Yeah. Was wel klaar met pushen. Wat zei? Ik was wel klaar met pushen. Ik straks rijd mezelf nog de baan af om bij jou weer in de buurt te komen. Ik hoopte het, maar. Helaas. We hebben weer 70 cars gehad. Boze. Dan was ik ook boos, slechts teleurgesteld. Kijk, jij mag helemaal nergens boos of teleurgesteld over zijn. Gek. Ja, we hebben straks drama in de Discord. Oh ja, zeker. Ik zet Niels uit de competitie. Ik geloof dat hij coach is. Daar kan ik nog 2 weken over hebben. Ja, ik wil even stemmen met z'n allen, jongens. Heel goed. Dus, ja, ik eruit op coach uit, jongens. Kom op. Coach. Kijk, dat doe ik. Lens heb ik al met. Dus ik ken je community een beetje, Koos, schat je kansen. Wiens community zei je? Jouw community. Oké. Okay. Dus ik schat je kansen een beetje. Echt een hele fucking zondagavond aan de kloten. Ik reed in de top mee, maar echt, ik zweer het je, ik zit nu echt al, ik denk 30 rondes tegen niemand te racen. Welkom to the club. Nou, maar bij jou is dat onkunde. Nou ja, je zit eigenlijk precies al weer op de rol. Ik zal even kijken hoe ver hij zit. Oh nee, dat is een plan. Waarom moest je hem dan ook in de fucking voor de pits parkeren, Zero? Ja, ik had geen rekening gehad dat ik een stuk minder vleugel had, dus ik had onderstuur als een malle. Ik klapte met een lege band tegen de muur aan. Ja, dat was de einde race. Dat was echt dom, gewoon in één ronde de hele race weg. Ja, want je was er echt binnen twee rondes was je er echt wel langs geweest. Ja, daarom. Ik heb moeite met die vuile lucht, maar dan was ik als ik nu al aan gewend. Ja, maar mijn banden zijn echt top. Ik heb straks 50 rondjes op mijn banden staan. Ja, vind ik knap. Ik zat ook nu aan de twijfel om met de 70k. Ik was ook voor hard gaan, maar toch maar niet gedaan.
Smash, jij gaat nog pitten voor die snelste ronde, toch? Zeker. Ik heb nog nieuwe setjes zoals. Mag ik wel setjes zoals van mij alleen, hoor. Pas stomp op je neus, ook kan je krijgen. Ik heb zelf wel opgepompt. Kan die ene buff nou leeg geweest zijn? Dat is bizar inderdaad. Ja? Ja. Goed dat hij het begrip voelt voordat hij het erop zit. Maar... Ja, het zou nog pijnlijker zijn geweest als hij inderdaad wel weg was gereden. Uiteindelijk viel het mee hoeveel schade die van vanaf kwam. Volgens mij kon hij nog aanstaan bij de 70. Ja. Nou... Hij was niet, in ieder geval, niet gelapt, dus dat scheelt al heel veel. Nee, dat... Ik zag hem binnen de kortste keer, zag ik hem alweer voor, nou wie was het? Maas binnenrijden volgens mij, dus... Ik denk dat hij er een seconde of 20 vanaf zet of zo. Hoe lang duurt de pitstop hier? 20 seconden normaal gezien. 20 maar? Ja. Ja, 22. 20, 22. Dat is eigenlijk de laatste bocht af, hè? Gaat krap worden. Nog voor zo stoppen wel uitkomen. Nee, ik heb totaal geen snelheid, dus... Ja, maar als ik die... Ik denk als je op nieuwe soft naar buiten komt, dan moet dan je... Dan haal ik hem zo in. Ja, dat wel. Als je nog een setje softs hebt, zou je kunnen gaan, ja. Ja, ik heb een nieuw setje softs nog. Nieuwe? Ja. Oh, oké, okay, ja, dan kan je niet gaan in principe. Nul vertrouwen. Ik heb denk ik een foutje gemaakt met de setter. Onderstuur als een malle. Of zitten er voorin ook grote gaten? Ja, Just Pulse rijdt meer dan 20 of 25 seconden voor mij. Ja, Cineo en Just Pulse is 17 seconden wrestling penalty voor Just Pulse. Met je Just Pulse Niels als bijna 20 seconden. Niels enjoy 13, enjoy zo'n 7. Veel. Iedereen rijdt een beetje niemands land. In principe kan Siniot een pitstop maken, want hij kan gewoon achter Pils rijden. Ja, ik weet niet hoe groot die penalty is. 3 seconden. 3 seconden. Maar als je er gewoon achter komt te zitten, dan hoef je er gewoon niet in te halen. Ja, in principe wel. Maar ja, wil je die gok nemen, dat is de vraag. Maar ja, voor hetzelfde geld rijden ze zelf wel clear. Ik vind die Alfa Tauri vind ik zo kut om te zien op de map, hè. Ik kan ze totaal niet zien aankomen. Okay, at the current pace and fuel settings, we won't have enough fuel for the end of the race. Consider lowering the fuel mix. Jeff is een beetje doorgedraaid bij mij. Jeff die wilde dat ik voor nu ga pitten voor mediums en dan 5 ronden doorrijden erop. Heel goed. Ja, doe het man. Ja, Jeff is altijd, Jeff heeft altijd gelijk. Ja. Jeff is een soort Bono, die trekt altijd aan het lang vinden. You've done this before. Ik ben benieuwd wat hij na die 5 ronden erop wil. Nog even hards of zo voor de laatste 2 of zo. Ik heb nog hoop dat Smash nog een keer voor de snelste ronde gaat en tegen de muur aan zet, maar ik zie het nog niet gebeuren. Ik heb erover nagedacht, maar inderdaad, dat risico speelt mee. Ben ik de puntjes kwijt. Hoeveel punten hebben we? Hoeveel punten zou je nu krijgen? Ik ben 10e. Oh, oké. Je kunt je puntaantal verdubbelen, Smash. Oh, dat is ook een feit. Nee, dat kan Smash niet. Jezus.
beginnen altijd om 8 uur. Ja, we beginnen altijd om 8 uur. Behind is 7.7 seconds. Your overtake button more, it's time to utilize some of this energy. Back a show, Slotbus. Yes. You need to slow down before hitting the corners. We don't want to get a penalty.
van hem weer, Cherryzout. Ja, hij is gevaarlijk, hè? Ja, levensgevaarlijk. Hoeveel rondjes hebben we nog? Vier, alleen drie eigenlijk. Ja, drie. Senior is een 63e lap. Die strategie van Jeff Bauer. Ja, dat had ik snel geleden. Daar heb ik niks uit. Dat is onderdeel van de strategie van. Kijk, wie hebben we daar? Nou, ik moet ook nog een straf inlossen. Dan kom ik naar achter Tjeus aan terecht te komen. Dus... Ik vind het lief dat jullie mij aanmoedigen, maar ik mag deze man niet inhalen voor me. Dan krijg ik gelijk weer blauwe vlaggen, dus dat heeft geen zin. Sterker nog, het lukt niet eens. En nee, ik ga hem niet full Ocon. Hij is ook niet de race leader, hè? Hij staat op P5. Smash, dankzij jou. Vol 15 in de eerste sector. Als ik het één iemand niet gun, is het Niels. Dan moet je wat sneller gaan rijden, Koos. Je rijdt op nieuwe software. Ja, dat kan niet. Iemand heeft me kapot gereden. Ik ben er helemaal uit. Ik had nog wat zien die ook nog even aan gaat zitten. Nee, gaat hij lekker op deze banden, man. Nou ja, ik heb het ook op, denk ik, ongeveer even oude banden gedaan. Dat kan wel. Probeer het in ieder geval. Anders je spuls wel. Met Joy. Kan niet eigenlijk niet meer. Nice lap, man. Thanks. Zit al een keer het laatste rondje? Ja, ik ben er bijna nog alleen sector 3.
Yo, face dit, senior. Yo, thanks. Goed gedaan. Dank u wel. Yes, ja, maar echt. In het begin was wel muis erin. Hey, Sini, had je altijd verder niks in over. Ja, dat is niet. Hey. Is dat weer zover? Netjes zo. Ik heb wel jongen, maar dat was een beetje zo van het goeie. Ja, verdiend. Verdiend, hij is de enige clean driver. Verdiend. Nou. Hey. Nee, je liet de deur wel lekker openstaan, maar het was onmogelijk om je uit te pakken. Oké. Wat was snelste ronde eigenlijk? Ik ben Niels, denk ik. Niels, ja. 1.17. Ah, shit. Oh, nou, dat was niet even close.